kijkers, van harte welkom bij weer een nieuwe video. Deze video beginnen wij op een heel bijzondere locatie, namelijk op La Manga del Mar Menor. En wat dat betekent, ga ik u straks vertellen. We gaan eerst even een eindje wandelen. Veel plezier bij het kijken. De betekenis van dit woord is de mouw van de kleine zee. En we staan hier dus aan een binnenmeer die bijna helemaal omsloten is door een landtong. De landtong is 22 kilometer lang en op zijn breedste punt 1,5 kilometer. Het is één rechte weg op de landtong en als je op het eind bent, zul je weer om moeten keren, want je kan niet doorrijden. En als je die weg rijdt en je kijkt links en rechts, dan zie je en de zee, maar nog meer zie je alleen maar hotels en vakantiehuisjes. Nu is het niet zo heel druk, maar wat zal het hier zomers vergeven zijn van de toeristen? Ik moet er niet aan denken, zoveel mensen. Brrr. Ja, en we zijn toch lekker ongehoorzaam. We gaan er doorheen lopen. Het is erg mooi om te zien, hoor, die bankjes met hun tegeltjes. Ja, en als ik er niet doorheen loop, kan ik natuurlijk ook niet zien dat er hier eentje te koop staat. Er staat best wel veel te huur en te koop. Hier twee, daar drie, daar eentje. Maar het is ook wel heel erg mooi, hoor. Een prachtig zwembad. Het is helaas nu gesloten, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Want het water zal wel veel te koud zijn nu. Daar stonden we net bij het ene zwembad te kijken en dan ga je de hoek om en dan zie je er nog een. Ik vind deze wel mooi aangekleed met daar die waterkruiken en de bloemetjes allemaal. Welk straatje je ook inloopt, overal zie je campers staan. En nu kan dat natuurlijk. En helemaal op deze plek. Want dit is echt het uiterste puntje van de landtong. En hier is het ook rustig. Want hoe verder je de landtong opkomt, hoe rustiger het is. Hier zie je bijna geen auto's, fietsers. Ja, enkel wat campers. Ik sta nu op de rotonde die op het puntje van de landtong ligt. Dit is echt het einde van de weg. Als je hier bent, moet je weer omkeren. Her en der zie je nog wel wat straatjes, maar die gaan naar de appartementencomplexen die hier liggen en lopen verder allemaal dood. Genoeg gekletst. Nu gaan we nog even van het laatste uurtje zon genieten. Een nieuwe dag vandaag en wat voor een dag. Strak blauwe lucht, heerlijke temperaturen, kortom, korte broeken weer. We hebben een prachtige plek. We staan met de wielen bijna in het water, helemaal als het vloed is. En ik kan me niet herinneren dat we eerder zo dicht bij de zee hebben gestaan als nu. Dit is echt zo'n plekje waar je heel lang zou willen blijven. En dat gebeurt hier ook, want je ziet hier heel veel campers staan met opvouwbare zonnepanelen. Het ziet eruit dat ze hier weken staan. Waar ik natuurlijk heel benieuwd naar ben, is hoe ze het doen met hun verzorging. Toilet, grijs water, drinkwater. Want in de wijde omtrek is hier natuurlijk geen verzorgingsplaats te vinden. Dat gebouwtje wat u aan de rechterkant van mij ziet, dat zou natuurlijk wel een plek kunnen zijn waar camperaars die niet zo nauw nemen met hun omgeving hun toilet in leeg zouden kunnen gooien. Maar ik kan u geruststellen, ik heb het even gecontroleerd en hij is helemaal schoon van binnen. Het is trouwens een vroegere Molinas Salineras, een zoutmolen. Die werd gebruikt om brokken zout die ze uit de zee wonnen te vermalen tot consumptieklaar zout. Als je naar de waterlijn loopt, dan valt het direct op dat het water hier glashelder is. Heel mooi om te zien, dat geldt voor het hele gebied hier. Dit gebied is trouwens ook heel erg geliefd bij vissers.
Dit is echt een fantastisch plekje hoor. Wil maar die zo zeggen, een daalders plekje. Misschien dat we nog even een wandelingetje gaan maken, maar dat zien we later op de dag nog wel. Morgen gaan we in ieder geval weer verder rijden. Dan gaan we ook echt de regio Cartagena verlaten. En we gaan langzaam, en ik zeg met nadruk langzaam, richting het noorden rijden. We hebben nog 4 weken te gaan. En dat lijkt heel kort als je al 5 maanden onderweg bent. Maar we bekijken het positief. We hebben nog 4 weken. Wij gaan een wandeling maken, want hierachter ligt een villa-wijk, kan ik wel zeggen, met gigantische huizen. En er ligt nog een natuurgebied achter. En wij zijn wel eens even benieuwd hoe dat eruit ziet. En dan zegt Wilma altijd, gaat u mee? Maar ja, Wilma heeft de camera vast, dus nu zeg ik het. Gaat u mee? Deze borden in de vorm van, ja, wat is het, een surfplank, surfbord, die staan om de kilometer. En wij zijn hier bij kilometer 18 en volgens mij is dit het laatste bord. Want hier staan wij met de camper en je kunt nog een heel klein stukje verder. En dan staat hier kilometer 19. Ik weet niet precies hoe ze aan die 22 kilometer komen waar Wilma eerder over vertelde. Dat hebben we van internet gehaald. Misschien bedoelen ze de natuurgebieden nog die daar nog onder liggen mee. Zou kunnen. Maar wij kunnen bijna niet meer verder dan dit. We lopen nog even naar het uiterste puntje. En dan zit er niks anders op dan terug te lopen. Of te zwemmen naar San Javier, dat kan ook. Het gebied is nog steeds in ontwikkeling en zoals je hier ook ziet wordt er een aardig stulpje bij gezet. Wat ook leuk is, is dat er een blauw fietspad over de hele landtong heen loopt. En dan hebben we dus over 18 kilometer fietsroute. Dus je kunt 36 kilometer fietsen als je wilt. Overal zie je ook campers staan, elk zijstraatje staat wel een camper. En dit zijn natuurlijk ook mooie plekjes. En dit zou dan zomaar ons perceel kunnen worden. De muren die staan er al. Ik schat de grootte in op 1000 vierkante meter. En ik zie het al helemaal voor me. Hier zo de villa, daar ruimte voor de camper. En natuurlijk volop zon in de tuin. Maar zoals we al eerder hebben gezegd deze vlogs, we zijn nog te reislustig om ons te settelen. Maar wie weet over een aantal jaren. Het is natuurlijk een kwestie van smaak. Je kunt het mooi vinden of niet. Maar één ding is zeker, je hebt wel flink wat inhoud in dit huis. Dit is echt het allerlaatste stukje van de landtong en dit is een stuk natuurgebied. Als je in de verte kijkt, zie je aan de overkant San Javier liggen. Er zit niet echt een geurtje aan. Ja, dat hebben ze ook niet nodig natuurlijk, zo mooi als het bloeit. Ik zei net wel zo mooi dat we de camper bij ons toekomstige huis neer kunnen zetten. Maar dan moet je wel over deze brug heen. En ik denk dat dat niet gaat lukken, want die gaat zo steil naar beneden. Ik denk dat je de onderkant van de camper tegen het wegdek aan hoort komen. Ook hier zie je weer campers staan. En dit is ook een prachtig plekje natuurlijk. Want je hebt hier een fantastisch uitzicht. Lekker in de zon. En een mooi doorkijkje daar via het kanaal naar de Binnenzee. Van Venetië is het bekend dat het aan het verzakken is. En dat komt door de miljoenen toeristen die daar rondlopen. Maar deze landtong is ook aan het verzakken. En dat komt puur door de vele bebouwing die hier gerealiseerd is. En gerealiseerd wordt, want ze zijn nog steeds bezig. Hoe dan ook, wij wachten nog wel even met een huisje kopen hier. Tot zover de rondleiding door deze verlaten villa-wijk. Wij gaan weer terug naar onze eigen villa op wielen. En die kunnen we tenminste verplaatsen als de grond begint te verzakken. Het is vandaag een wat bewolkte dag en dat is een mooie gelegenheid om u nog even een interessante accessoire te laten zien. De volgende situatie herkent u vast wel. U heeft de camperdeur openstaan, vastgeklikt onderin de standaard deurvanger. Er komt een windvlaag en boem, de deur die gaat met een noodgang dicht. Op zich nog niet zo'n probleem. Echter, als je er een plissé hordeur zoals wij erachter hebben zitten of een vuilnisemmertje, dan kan het zomaar zijn dat dat vuilnisemmertje dwars door die hordeur heen gaat en dan heb je een forse schadepost. En dat wil je natuurlijk niet. Nou, wij nemen het risico niet. Wij hebben hem vastgezet met een elastiek de deur. En we hebben nu een andere oplossing daarvoor gevonden. En die ga ik u nu laten zien. Dit is de magnetische deurvanger van Rymo. En die bestaat uit 2 hele sterke magneten. Eentje bevestig je op de deur, de andere bevestig je op de camperwand. Natuurlijk wel afgekit aan de achterkant. En dan kan de deur nooit zomaar meer dichtvallen.
Ik zeg niet dat het werkt bij orkaankracht, maar ik ga ervan uit dat als het heel hard waait, dat je dan de deur toch niet open hebt staan. Ik heb hier de twee onderdelen met de twee magneten van de deurvanger in mijn handen. En ik ga eens even demonstreren hoe sterk die magneten zijn door ze langzaam naar elkaar toe te bewegen. Nou, u hoort het al, het zit echt muurvast. Het kost ook moeite om ze van elkaar af te halen. Dus ik denk dat als dit aan de deur en aan de camperwand zit, dat die deur stevig verankerd zit als je hem open hebt staan. Deze magneetdeurvanger van Rymo wordt geleverd als een set, inclusief een zakje met schroeven en witte afdekdopjes. Hij is te koop bij camperpassie.nl. Ik zet de link naar de bestelpagina even in de tekst bij deze video. Als u die aanklikt, komt u automatisch terecht op de bestelpagina van dit product. Natuurlijk hebben we weer een korting voor u kunnen regelen. Hij kost tijdelijk €34,95 in plaats van de gebruikelijke €39,95. Helaas kunnen we hem niet gemonteerd en werkend aan u demonstreren, want er moet geschroefd en gekeerd worden. En dat is iets wat we toch liever doen als we weer thuis zijn. Ik vind het best een interessant product. Als wij thuis zijn, dan ga ik kijken of die op de camper gemonteerd kan worden. Wij gaan vandaag weer rijden en ik ga deze vlog afsluiten. Het is niet zo'n hele lange vlog geworden deze keer, maar we weten dat mensen het op prijs stellen als we ook op woensdag een vlog brengen. En we zien u natuurlijk graag weer terug bij onze volgende video. Waar we naartoe gaan, ga ik dan natuurlijk allemaal laten zien. Bedankt voor het kijken. Denk even aan een duimpje omhoog. Abonneer als u dat nog niet gedaan heeft. En we zien u natuurlijk gauw weer terug. Tot ziens!